Het comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld heeft afgelopen zaterdag voor de vijfde keer de gedenkwandeling langs het pad van verzoening gehouden. Het pad loopt vanaf het monument van gesneuvelde militairen en omgekomen burgers tijdens de Binnenlandse Oorlog naar het Fort Zeelandia. Voorafgaand aan de gedenkwandeling zijn er kransen gelegd bij het monument. Kolonel Johnny Antonius, die minister Ronnie Benschop vertegenwoordigde, gaf aan dat we momenteel leven in een wereld vol tegenstellingen en onderlinge verschillen. Als we er niet goed mee weten om te gaan, kan er vijandschap en geweld ontstaan, waardoor mensen elkaar wat kunnen aandoen, benadrukt Antonius. Helaas vallen er hierdoor ook slachtoffers. Om die en hun nabestaanden staan we vandaag hier. Het is goed om te zien dat mensen als meneer Jero met zijn comité zich inzetten om verstoorde relaties en geschonden vertrouwen te herstellen. Hiervoor moet er meestal een lange weg tot verzoening worden afgelegd. Verzoening is een zware opgave, waartoe niet iedereen de bereidheid heeft die op te brengen. Begrepen. Maar uiteindelijk is er die andere weg. Waarop een samenleving kapot maakt, ook een verzoening de weg tot herstel van gemeenschap. Antonius zegt verder dat er een moment moet komen waar mensen elkaar, ondanks de verschillen, accepteren. Na een paar korte toespraken is de groep gelopen naar het Fort Zeelandia. Daar zijn ook kransen gelegd op de twee paar voeten bij de ingang. Ook aan de waterkant zijn er stenen voeten. Deze symboliseren het begin en eindpunt van het verzoeningspad. De route tussen de twee locaties waar de kransen zijn gelegd. Laten we de onderlinge verschillen zien als een bron om van elkaar te leren. In plaats van het gevaar. Dit vraagt voor ons allen om daadwerkelijke inspanning. Nabestaanden, dit is op een dag als vandaag er door de moedig gedrukt dat het pad van verzoening gezamenlijk wordt afgelegd. We staan daar niet alleen op. We zullen dit pad van verzoening zo dadelijk dan ook met z'n allen afleggen en gaan voor herstel in het land. En voor herstel van de harten. Met het allen. Dat was dus kolonel Johnny Antonius van het Nationaal Leger. Hij vertegenwoordigde minister Ronnie Benschop van Defensie afgelopen zaterdag tijdens de vijfde gedenkwandeling langs het pad van verzoening. Deze is georganiseerd door het comité Slachtoffers en Nabestaanden.